kinderen met minder kansen meer kansen bieden. Dat is een beetje waar een Hart voor Limburg al heel lang voor strijdt en naar streeft. Ook het Orthopedisch Centrum Sint-Ferdinand te Lummen is een van de projecten waar een Hart voor Limburg zijn schouders onder zet. En dit jaar gaan de jongeren met een mentale of gedragsstoornis of met een achterstand, gaan ze voor de 10e keer op paardenkamp. Ik ben heel graag bezig met paarden. Waarom? Ja, dat is gewoon heel rustgevend voor mij. Ik ben een heel grote dierenliefhebber dus. Ik had altijd een beetje schrik van te galopperen en zo. En was toch altijd een beetje bang. En elk jaar heb ik dat zo'n beetje overwonnen. En ik heb na jaren ook, ben ik ook veel rechter beginnen lopen. En ik doe dit eigenlijk, ik doe dit eigenlijk heel, heel graag. Ik kom ook een beetje tot rust eigenlijk. Dan ben ik weg en dan denk ik ook niet zoveel over dingen waar ik anders heel hard over denk. Hier is ook een heel goede baas van heel de manege. Dat is Jos. Dat is ook een heel aangename mens. Je ziet elke jaar als die terugkomen dat die toch wel een stuk bijgeleerd hebben. En je ziet die ook wel een beetje openbloeien. In het begin is dat allemaal een beetje zenuwachtig en zo. Maar door de tijd dan zullen die trekken een plan en die kunnen hier een eigen zijn. Ja, voor mij geeft dat wel een goed gevoel. Mijn paard heet Chocotof. Dat is een heel lief paard en luistert wel goed. Omgaan met paarden wil ik zeggen actie-reactie. Alles wat ik doe brengt een reactie teweeg bij dat paard. Als dat paard iets verkeerd doet, ligt dat niet aan dat paard, maar eerder aan mezelf. En moeten we gaan kijken van wat kan ik anders doen. Oké. Het paardenkamp hier is eigenlijk een beetje de kerst op de taart. Dat is uit de context die we de mannen gewoon zijn van het ganse week op internaat. We gaan er even uit, we komen naar hier, naar Jos. Hier krijgen ze allemaal een eigen paard en hier gaan we vanuit, ja, vanuit rust eigenlijk grenzen verleggen. Wat we hier gedaan krijgen op bijvoorbeeld 2 dagen, krijg ik binnen Sint-Ferdinand niet verwezenlijkt. Omdat dat is de entourage, dat zijn de paarden, dat is de sfeer. Hier zitten we in een open en gezellige sfeer waar iedereen ook plots precies anders met elkaar kan omgaan. Je leert daar heel veel van. Je leert daar heel veel ervaring van ook, van plantrekken, van tot alles eigenlijk zo. Het is echt wel ziek dat je die kans krijgt. Geweldig om te zien. En als jij wil dat deze jongeren volgend jaar opnieuw een western avontuur kunnen beleven met de Jos, dan is dat eigenlijk heel simpel. Stort dan gewoon je bijdrage op het rekeningnummer van Een Hart voor Limburg.